Analisten te gaan, waaronder onze Jeffrey Wammes. Derde, nee, vierde springer. Uit Wit-Rusland. Dmitri Kiasparovic uit Wit-Rusland snelt naar de Pegasus. Jongen, jongen, jongen. Wat zijn we hier bezig met een geweldige finale op sprong. Ook hij dus, de Dragulescu. Een moeilijke sprong. 2,5 salto voorwaarts met een halve draai. En dat doet hij werkelijk voortreffelijk. 7 punten sprong. Hier zien we het nog een keer. Kijk, de benen blijven ook meer gesloten. En misschien zou hij zelfs hier nog hoger kunnen scoren dan de Rus Kolotsiskov. En die had al een hoge score. Die zat op 9.333 in de uitvoering. En dat zal me toch benieuwen. Dat ligt ongeveer hetzelfde niveau. Het scheelt niet veel. Misschien dat het een tiende punt scheelt. In de uitvoering. ...27 jaar is deze man. Echt een specialist op sprong. Enorme explosieve kracht. En daar is de score. Kijk eens, 16.533. Jawel, dat ligt dus boven de score van de Rus Kolotsiskov. En wat wordt nu de tweede sprong? Dan kan dus de Wit-Rus dus over de Rus heen gaan. Hij maakt een sprong uit groep 4... Dat is de Tsukahara groep. Dus dubbel Tsukahara achterwaarts. Want het is een 7-puntensprong. Dus hij neemt dezelfde technieken als de Rus. En kan hem dus met dezelfde middelen, dezelfde wapens verslaan. Oh, 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 oh. Maar ook hij moet in de handrem. Ja. Dat waren twee grote passen. En hij weet dat hij daarmee een halve punt aftrek krijgt. Misschien wel meer. En dan wordt het natuurlijk krap, want hij had een mooie voorsprong van, 1500ste van een punt. Kijk, de benen hier uit elkaar, knieën zijn wel goed, de hoekhouding ook. Maar dit is ook weer, ja, dat had natuurlijk ook de Fransman Bouhel, had daar ook last van. Dan zit er gewoon te veel dynamiek, te veel wilskracht en dan is net de beheersing niet goed genoeg. Maar ja, gaat er maar eens aan staan, zeg. Jongen, ik vind het al knap hè, dat ze deze sprongtechnieken tegenwoordig uit kunnen voeren. Natuurlijk, de materialen zijn verbeterd. Het springpaard is in 2001 vervangen door de Pegasus. Een ander springtoestel wat veiliger is. En de planken zijn ook gewijzigd. Je kunt nu kiezen tussen een springplank met 5 veren en eentje met 7 veren. En waar komt hij op? Ja, kijk, hij heeft een behoorlijk aftrek gekregen voor die tweede sprong. 15.633 en dan zakt hij dus nu naar de derde plek, ja. Zo leef je. En zo leef je minder mooi. Dat is de finale van dit WK. En deze man uit Rusland, Anton Kolotsky.